Het is vandaag alweer 22 jaar geleden dat prinses Diana overleed. En is een beetje cliché, ze leeft dan nog altijd voort. En dat is niet alleen vanwege haar persoonlijkheid, maar ook vanwege de complottheorieën en de speculaties waar we nog altijd niet over uitgepraat raken. Het is 31 augustus 1997 als prinses Diana overlijdt bij een ongeluk in een Parijse tunnel. Diana, Princess of Wales, has in fact been killed in that car accident. Samen met de rest van de wereld dompelen haar zoon zich onder in rouw. Remember, people's hands were wet because of the tears that they just wiped away. Both of us have always been open to each other, saying, you know, we've never really talked about it. We've never really talked about losing a mum at such a young age. Something so traumatic as the death of your mother when you're 15, as very sadly many people have experienced, and no one wants to experience. It leaves you, you know, it'll either make or break. Lady Di is nog altijd niet vergeten. Dat blijkt ook vandaag weer voor haar Kensington Palace. En zo is haar dood 22 jaar na dato nog steeds hot nieuws. Zo melden zich nog elk jaar bijvoorbeeld ooggetuigen met hun verhaal in de pers. En die me regarde en me dit, ben voilà, oh my god, what's happened? Donc un peu agité. Donc j'ai essayé de la calmer et puis lui dire de rester calme, qu'on allait s'occuper d'elle. Et puis après, elle est retombée dans le coma. Ook de nieuwe podcast Diana Case Solved zit weer vol met schokkende details. Zoals bijvoorbeeld een door haar geschreven brief waarin ze Charles verdenkt van het plannen van haar dood. Ze schrijft daarin: mijn man bereidt een ongeluk voor met mijn auto. Was it a terrible accident? Or something more sinister? Every aspect of the French and British investigations is re-examined. New witnesses, crucial new forensic tests, lost secret recordings of Diana herself. What do they reveal? Spannende voice-over ook bij die podcast. Wat denk jij van die podcast die dus binnenkort uitkomt, Mark? Ja, wat er eigenlijk te denken valt van alles wat er over Diana beweerd wordt sinds zij overleden is. Aan de ene kant heb je dus die mensen die haar als een soort icoon behandelen. En tegelijkertijd komt daar uit de mond van diezelfde mensen zoveel vuiligheid over bijvoorbeeld Charles, over Prins Philip, die haar vermoord zouden hebben. Ik denk dan altijd van ja, hoe kun je nou medelijden hebben met die zoons? Oprecht medelijden. Hoe kun je nou sympathie hebben voor Harry en William als je hun vader of hun grootvader tegelijkertijd beschuldigt van moord? Dat je het blijft opstoken, bedoel je? Ja, dat je het blijft opstoken. Er is geen enkel bewijs gehoord. Er is een onderzoek in Frankrijk geweest en in Engeland. Echt door de grote mensen. De feiten zijn naar boven gehaald. En we moeten ook gewoon, ik zeg het maar weer eens, dan zullen we weer boze brieven komen. Diana was een vrouw die in de war was. Die was psychisch niet geheel stabiel. En zeker in de fase dat haar huwelijk voorbij was, definitief voorbij was, is ze in paniek geraakt. Toen duidelijk werd dat ze haar Royal Highness kwijt zou raken. In die periode heeft ze heel veel dingen op papier gezet naar haar butler, een zeer omstreden man, Paul Burrell, die ongeveer alles verkocht heeft wat hij over haar wist, boeken geschreven heeft. En die heeft dan zo'n brief in handen. En dat zou dan iets bewijzen. Ik geloof daar helemaal niks van. Maar wat is er dan nu in die podcast nieuw wat weer boven water komt? Want die brief die is al wel veel langer boven water. Ja. Wat kunnen we nu nog gaan horen dat ons misschien toch weer een ander been zet? Heeft een brandweerman gesproken. En een meneer, een Fransman, die zegt: haar ogen vernauwden en toen fluisterde ze: hij heeft me vermoord. Die klootzak heeft me vermoord. Hij had me gewaarschuwd. En dat is geweest vlak na het ongeluk. Waarom zou deze ooggetuige zich na 22 jaar pas melden bij een podcast en niet al tijdens het onderzoek? Jij zegt het. En dat is nou precies het punt. Er zijn zoveel mensen die op de een of andere manier nog steeds niet genoeg verdiend hebben aan Diana. Die denken, daar is een mogelijkheid. Ik was toevallig in de buurt. Ik sta op een camera. Of ik was een van de fotografen. Want Harry en William hebben dat ook recentelijk goed gezegd. Er zijn heel veel mensen geweest op het moment dat ze daar in die auto lag te sterven. Die stonden er allemaal bij met camera's. Die stonden foto's te maken. Die deden niets. Dus als Diana dit gezegd zou hebben, dan zou dat en door meerdere mensen gehoord moeten worden. De brandweerman overigens, die ze dan ook als nieuw hebben, die ontkent weer dat ze het gezegd hebben. Precies. En haar zoons geloven het gewoon niet, al die onzin. Ik hoop voor haar zoons dat ze zich hiervoor afsluiten. Want dit is natuurlijk gekmakend als je ziet dat je moeder, zoals zeg maar de meest opgejaagde vrouw in de wereld ooit is geweest, dat ze na haar dood nog zeg maar. En bovendien, wat de meeste mensen vergeten, het is echt niet zo makkelijk om zo'n auto-ongeluk te anseneren. Ook nog met de door jou gewenste afloop.
He, mensen roepen dat heel makkelijk. Van, oh ja, dat is... Rijderclaim, ja, maar is het ook niet omdat we verzot zijn op complottheorieën... Ja. En niet kunnen verkroppen dat zij is overleden? Precies, en dat is wat je zegt. Het is voor ons nog steeds moeilijk om te accepteren... dat een vrouw in de bloei van haar leven, die zo beroemd is, die beveiligd wordt... die echt van iedere stap wordt gevolgd... en dat die tegen een paal kan oprijden in een tunnel. Laat haar rusten. Dankjewel. Ja.